GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kreuger gaat deze maand op kantinetour door Nederland. Daar gaat zij met mensen in gesprek over vliegen en vliegvelden. Dit doet zij omdat zij bezig is met een initiatiefnota over luchtvaart in Nederland. Hiervoor wil zij input van mensen vanuit het hele land ophalen. Afgelopen vrijdag was zij in de Boshoek om met Schiedammers in gesprek te gaan over vliegveld Rotterdam De Heek Airport. We zijn op dit moment in natuurcentrum De Boshoek in Schiedam. En daar hebben we vanavond een bijeenkomst met omwonenden die eigenlijk gaan praten en zorgen delen over de overlast die ze ervaren van Rotterdam De Heek Airport. Maar ook over de oplossingen. Wat moet er nou eigenlijk anders? Kijk, het probleem is eigenlijk dat Rotterdam De Heek Airport ligt relatief dichtbij Schiphol ook. Nederland heeft een heel vol luchtruim waar heel veel vliegtuigen in moeten bewegen. En het vliegverkeer van Schiphol heeft eigenlijk altijd prioriteit. En dat van Rotterdam De Heek Airport moet zich daarin voegen. En daardoor heb je eigenlijk dat hier gewoon veel laag wordt gevlogen over woonwijken. En mensen heel veel overlast hebben. Dus de echte oplossing is toch eigenlijk dat er minder gevlogen moet worden. Ik krijg heel veel reacties en e-mails van mensen, ook uit deze omgeving, die overlast hebben van het vliegverkeer. Dat er toch heel vaak heel laag gevlogen wordt, meer nachtvluchten dan verwacht. Mensen hebben er echt last van en maken zich ook heel veel zorgen. Het is natuurlijk niet alleen het geluid, maar het is ook de ultrafijnstof, de uitstoot. En waar mensen zich zorgen maken over wat dat doet met hun gezondheid. Afgelopen jaar zijn eigenlijk alle afspraken die gemaakt zijn over geluidsoverlast de hele tijd overtreden. De omwonenden die zijn keer op keer eigenlijk hebben die aan de bel getrokken van wat gebeurt hier? Hoe kan het nou dat het de hele tijd overtreden wordt? En nu heeft de inspectie inderdaad gezegd van moet het echt beter gaan. Minder vluchten over specifieke wijken. Echt meer handhaven. Dat is een belangrijke stap. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er eindelijk echt gehandhaafd gaat worden. Ik denk alleen wel dat het pas het begin is. En dat je eigenlijk nu er bovenop moet gaan zitten om te zorgen dat de overlast beperkt blijft. Dus wat ons betreft gaan we echt kijken hoe we heel veel vliegbewegingen op korte afstanden kunnen vervangen met treinen. Het is bijvoorbeeld heel gek dat er gaat vanaf Rotterdam De Heek Airport meerdere keren per dag een vliegtuig naar Londen. Terwijl dat is ook een bestemming waar je heel goed met de trein heen kan. Er wordt dus vanaf Schiphol nog steeds gevlogen naar Brussel, terwijl je daar binnen 2 uur met de trein bent. Dus laten we nou echt inzetten om meer treinen te gebruiken, minder vliegtuigen en hebben we ook echt veel minder overlast.